Brandweer Twente heeft een thema gekozen, Hey, doe de deur dicht. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, Hey, doe de deur dicht heeft er alles mee te maken dat op het moment dat binnendeuren in huizen gesloten zijn, rook niet makkelijk kan verspreiden door de woning. Waardoor overlevingskans bij brand gewoon enorm toeneemt. Om dat te bereiken organiseren jullie kinderfeestjes. Ja, dat klopt. Maar dit jaar bestaat Brandweer Twente 5 jaar. En om die reden hebben we bedacht van waarom gaan we dan nu niet in plaats van het eerstgeboren kindje in iedere gemeente iets doen voor het eerste kindje dat 5 jaar wordt. Dus zodoende hebben we bedacht om ze uit te nodigen op de kazerne voor een kinderfeestje. Welkom allemaal bij de brandweer. Fabian. Op het kinderfeestje van Emily. In de gloria. In de gloria. Zo hard dat heel Almelo het hoort. Hieper de piep. Hier woont en werkt de brandweer. Ja, maar ik ben dus op jullie verjaardag en jij, Emily, mag jouw verjaardag hier vieren omdat er iets bijzonders is. Want wij willen met elkaar in Nederland laten zien dat het belangrijk is dat je veilig moet zijn als er brand is. Wie is er een beetje bang voor brand? De brandweer kan jullie heel veel vertellen over hoe je veilig bent als er brand is. Want een brand wordt geblust door de brandweer, maar je moet ook zelf proberen veilig te zijn. Dus wat moet je vooral doen als er brand is? Naar buiten komen. Je moet het huis... Wegrennen. Ja, wegrennen. Wie kan er goed door rook heen kijken? Nee, niemand kan goed door rook heen kijken. Dus wat heeft de meneer van de brandweer jullie geleerd? Dat je bij brand, dat je in je huis, ook als er geen brand is, dat je ook je deuren goed moet dicht doen. Hey, doe de deur dicht. En daarom is het zo van belang, daarom is het ook, Emily, dat jij jouw verjaardag hier mag vieren. Zodat we met elkaar, want er is ook een camera bij, A-Visie, de televisiezender van Almelo is erbij, om aan iedereen te laten zien dat dit belangrijk is, dat je thuis altijd je deuren moet dicht houden. Dan gaan we dat nu doen. 1, 2. Eigenlijk wel heel jammer, hè, zo'n mooie taart. Maar ook tegelijkertijd heel erg lekker natuurlijk. Hey! Brandweer Heb je al van de taart geproefd, Emily? Vraag jij aan de burgemeester? Burgemeester, wat vindt u nou van het bezoek aan de brandweerkazerne? Nee, ik vind het een beetje spannend. Nou, en ik vind dat in de eerste plaats ontzettend leuk dat jullie dat feestje hebben. En volgens mij vinden jullie dat ook heel erg leuk, toch? Want ja, je komt niet elke dag bij de brandweer. Hebben jullie de brandweerauto's ook al bekeken beneden? Ja, nou. En ik vind het heel erg belangrijk om jullie te vertellen dat je bij brand altijd heel voorzichtig moet zijn. En dat je goed moet nadenken hoe je uit je huis kan komen als de brand komt. Nou, en daar gaat het vandaag om. En als wij in de brand zijn, hè? In die rook, is dat dan gevaarlijk om die rook in te ademen? Ja, kunnen we niet, hè? Dus daar worden we heel ziek van. Dus wij hebben ook flessen op de rug en er zit gewoon lucht in. Dat is zo'n ding wat jij zei, aan een plafondzitting. En die gaat piepen, hè? Ja. Als die heel hard gaat piepen, dan denk je van, hey, er is brand. Wat doe je dan als de brand is in huis? Dan hoef je nog maar 1 dingetje te doen. Dat is de meest goede. Je moet naar buiten. We hebben voor ieder kind een cadeautasje klaarstaan. Niet alleen om de kinderen te voorzien van een leuk cadeautje. Maar ook zit daar natuurlijk een folder in voor de ouders van de kinderen. Om wat tips te geven over brandveiligheid. En eigenlijk de kleine dingen die zij kunnen doen om alles wat veiliger te maken thuis.